Het is vandaag 9 oktober, woensdag 9 oktober. We staan hier in het dorpshuis te Wezep. En hier achter mij heeft plaatsgevonden een informatieavond over speeltoestellen. Speelplekken in de gemeente Oldebroek. Bij mij staat Peter Bosma, een van de bezoekers van deze avond. Peter, hoe is deze avond bij je overgekomen? Nou ja, we hebben weer erover gepraat om de verantwoordelijkheid van de speeltuinen bij de speeltuinen zelf te leggen. Dat het helemaal bij de gemeente weggaat. Nou, ons lijkt dat een bijzonder slecht plan. Want er moet toch iemand zijn die daar de regie houdt over alle speeltuinen. We hebben met elkaar heel duidelijk gezegd van we willen meer gaan doen. We willen het kleine onderhoud gaan doen. Eén keer per jaar of twee keer per jaar eens een keer met de hele buurt gaan schilderen. Is leuk, is gezellig, is goed voor de sfeer. Dat willen we ook natuurlijk blijven doen. Op burendag bijvoorbeeld? Een soort burendag, ja precies. Alleen dat het belangrijke verhaal is natuurlijk weer het financiële. En dat blijft een heel moeilijk punt van hoe ga je dit financieel instellen. Het is niet makkelijk om als speeltuin te zeggen van we willen entree gaan heffen. Dat lukt niet, dus het financiële stuk dat blijft erg moeilijk. Ja. Nou hebben jullie allemaal in groepen gediscussieerd en je bent met een mooi voorstel gekomen. Ja, ons voorstel was eigenlijk om de beste bestuurders, maar ook het bestuur van de speeltuinen laten houden. Was dat nou een klein beetje slijmen naar de gemeente toe? Min of meer wel. Dat zou betekenen dat het weer zou gaan worden zoals het vroeger ook al min of meer was. Dat de gemeente de totale regie hield over de speeltuinen en dat de mensen zelf meer gingen doen. En dat was bij onze speeltuin was dat altijd al het geval vroeger. Nou hebben jullie dus dat neergelegd. Aan de andere kant hoor je mensen zeggen van ja hallo, moet je wachten. Er komt een hek omheen. Misschien moeten we wel intree heffen. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is natuurlijk vreselijk moeilijk. Want je kunt moeilijk in een wijk zeggen van nou Jantje mag er wel in en Pietje mag er niet in. Omdat die ouders niet betaald hebben. Dat werkt gewoon niet. Ben je nou tevreden over deze avond? Ik vrees dat we nog niet veel verder zijn gekomen. Ook na deze tweede avond niet. Nee, dan heb je wel eigenlijk 3 uur zitten praten. Eigenlijk voor niets? Ja, ik vrees een beetje voor niets. Geef je op als vrijwilliger die mee wil denken met de gemeente? Nee, ik vind het erg leuk om onze eigen speeltuin te gaan doen. Maar niet om over alle speeltuinen in de hele gemeente na te denken. Daar begin ik niet aan. Heb je nog een punt wat je mee zou willen geven aan de gemeente om dan toch nog te gaan praten over het geld? Ja, ik ben penningmeester van verschillende verenigingen en geld krijgen dat is moeilijk en dat blijft heel erg moeilijk. Zou je sponsoren kunnen vinden? Nou, ik ben bijvoorbeeld ook penningmeester van de kinderboerderij. En ook daar is het al heel erg moeilijk om sponsoren te vinden. En dat is denk ik nog weer makkelijker als voor een speeltuintje in de wijk. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Met name als je de 20 hebt, als 20 verenigingen allemaal de gemeente in moeten voor sponsoren. Ja, dat gaat niet lukken, dat werkt niet. Dus met een dubbel gevoel ga je naar huis? Ik ga een beetje met een dubbel gevoel naar huis, ja. Ga nog wat drinken, kun je het wegdrinken. Zo is dat, doen we. Okay. Goed zo. Fijne avond. Dank je. Bij mij is er nog een bezoeker van deze avond. Hoe is deze avond bij u overgekomen? Nou, ik vond hem veel beter voorbereid dan de vorige keer. De vorige keer vond ik echt chaos. Niemand wist wat hem te wachten stond. En had geen idee wat eigenlijk de inhoud en de kaders van de discussie waren. Dus ik vond de voorbereiding goed. Ik vond het ook goed dat iedereen de mogelijkheid kreeg om zijn emoties en zijn mening op tafel neer te leggen. Blijft voor mij nog wel voelen als een soort verantwoordelijkheid waar de gemeente vanuit financiële optiek vanaf wil. En dat ze dat neerleggen bij degene die om de speeltuin geven. Dat vind ik ook goed. Hè? Een stukje verantwoordelijkheid is ook belangrijk. En als mensen in de omgeving het belangrijk vinden dat er speelvoorzieningen zijn. Ik vind dan mag je daar ook best wat voor doen. En de algemene tendens is dat mensen daar ook toe bereid zijn. Maar goed, het punt is toch wel de grote financiële onzekerheid. Waar begin ik aan? En hoe kan ik het borgen in termen van continuïteit? Want het is natuurlijk leuk dat je de verantwoordelijkheid over iets krijgt. Dat je daar vrijwilligers voor organiseert. Dat er ook voldoende kennis en kunde is om dat bestuurlijk in te kunnen richten. Maar de grote vraag is, hoe lang hou je dat vol met z'n allen in een omgeving die continu verandert? He, met opgroeiende kinderen, met speeltoestellen die aan vervanging toe zijn, met herinvestering. Er zijn een heleboel inhoudelijke vragen met als grote vraagteken toch nog steeds. Wat betekent dat voor de financiële continuïteit op lange termijn?
En vandaar dat je hier ook een algemene tendens hoort van hoe kunnen we toch zorgen dat de gemeente op een of andere manier zijn betrokkenheid houdt. Veel kosten bespaart door veel meer verantwoordelijkheid te leggen bij de burgers. Maar niet volledig zijn vingers ervan aftrekt. Want er gaat ook een tijd ontstaan dat financiën een andere rol gaan spelen. En dat beweging en obesitas een grote rol gaat spelen. En voor je het weet is de speeltuin in zijn algemeenheid een langzame dood gestorven. En worden er weer nieuwe initiatieven ontwikkeld in het kader van laten we een speeltuin beginnen. Want dat zou goed zijn in het kader van bewegen en obesitas. Dus enerzijds prima dat de gemeente zegt we moeten bezuinigen. We kunnen niet anders en we kunnen die euro maar één keer uitgeven. Maar ik zou toch ook echt pleiten voor een vangnet waarin de gemeente minder kosten nu kwijt is. Wel zijn verantwoordelijkheid pakt vanuit of een bestuurlijke optiek, maar wellicht ook vanuit een financieel vangnet. Want ik vind het nu iets te makkelijk om op basis van de kennis en de feiten die er vandaag ten tafel zijn gespreid in relatie tot dat financiële risico, om volledig je handen als gemeente daarvan af te trekken op een onderwerp wat toch ook heel bepalend is voor de leefbaarheid van de gemeente Oldebroek. Ja, klopt. Daar heeft u helemaal gelijk in. U heeft de wethouder ook gehoord natuurlijk. En die heeft weinig speelruimte. Ja. En die stuurt u met een dode mus naar huis. Ja, maar dat is weer het politieke spel. En ik vind het jammer, ik vind het ook niet handig dat hij dat heeft gezegd. Want uiteindelijk vind ik, als jij oprecht mensen ook een keuze laat, onderzoek dan de keuze en gooi niet meteen de deur dicht. Want volgens mij werkt het niet zo. Dat hij meer de achtergrond van de betrokkenheid vanuit de gemeente wil leren kennen. Om vervolgens een oordeel te kunnen vellen over hoe realistisch het is dat de gemeente daar een rol in speelt. Dat kan ik me voorstellen. Maar om op voorhand de deur dicht te gooien, dat is, vind ik niet handig. Nou heeft u ook een filmpje gezien van de gemeente Buren. Kunt u zeggen van nou dat kun je één op één vergelijken naar Oldebroek toe? In heel veel situaties denk ik wel. Ik bedoel daar speelde natuurlijk ook de problematiek van we moeten keuzes maken op financieel gebied. Maar we vinden het ook belangrijk dat burgers zich betrokken voelen bij nou in dit geval speeltuinen. Dus grotendeels vergelijkbaar. En ik denk ook dat we een heel eind zouden kunnen komen met elkaar. Want anderzijds vind ik het ook. Ik bedoel, je kunt het ook heel zwart-wit zien. Je kunt ook zeggen, luister, als je het belangrijk vindt als bewoners om een speeltuinvoorziening te hebben, dan moet je daar met elkaar ook energie in stoppen en desnoods financiële middelen. En wil je dat niet, is het ook geen probleem, maar houd de speeltuin op. Ik bedoel, er zijn ergere dingen in de wereld. Ik bedoel, je kunt ook zelf een wipkip in je tuin zetten. Dus in dat opzicht denk ik, ja, wij laten het ook niet groter maken dan het is. Dus ik snap de emotie vanuit de historie. Maar als u en ik vandaag besluiten om een vereniging te beginnen, dan stellen we ons zelf ook de vraag, joh, wij vinden het leuk om te gaan bowlen, zullen we een bowlingvereniging gaan starten? Dan kun je natuurlijk ook zeggen, joh, hoeveel leden zouden daarvoor zijn, hoeveel zouden we moeten vragen, wat kost de huur van een zaal? En dan begin je met elkaar. Ja, maar ziet u zich langs de deuren gaan om een vereniging op te richten en geld bijeen te brengen voor de speeltuin? Nou ja, goed, dat is best een lastig ding, maar dat is ook onderdeel van die financiën. Dat is een grote onzekerheid. Je krijgt eenmalig 250.000 euro. Als dat er is, ja. Als dat er is, hè. Op 1-7 is het er. Dus wat er op 31-12 nog van over is, dat weet ik niet. Maar in principe, hè, we gaan uit van die 250.000 euro. Maar dan begint de onzekerheid. Hoeveel leden krijg ik? Wat ga ik vragen aan die leden? Wat ga ik doen als die zeggen van ja, maar mijn kinderen spelen niet meer en ik betaal niet meer en ik zit in de vergrijzing van een buurt. En ik heb eigenlijk helemaal geen inkomsten meer. Maar dat is exact de kern van de problematiek die ik net schets. Ja, betrokkenheid heel groot. Mijn voorkeur zou dan zijn om het bestuurlijk zo hoog mogelijk neer te zetten. Om deskundigheid te borgen en om ook maximale financiële middeleninkomsten te borgen. Maar de grote onzekerheid is, hoe lang houden we het vol met de financiële middelen die er zijn? Nou, dan kun je zeggen, ja, dat zien we dan wel weer. Want tegen de tijd dat we stoppen, dan zou je kunnen zeggen van oké, dan heffen we de vereniging op. Maar dan begint de grote financiële onzekerheid. Maar wie krijgt dan het deel wat in de pot zit? Dus er zitten ontzettend veel haken en ogen aan. Hè? En ik vind wel, kijk, bij elke verandering die je door wil voeren, wordt eerst de weerstand gezocht. Nou, dat zagen we in de vorige bijeenkomst heel duidelijk. Dat vond ik nu al wat minder. Maar men blijft hameren op geen financiële prikkelingen vanuit de gemeente. Ja, nou goed. En dat... Oldebroek bedoelt u? De gemeente moet opdraaien voor de kosten, zeg maar, dus voor de bestuurlijke functies, maar niet vanuit onderuit, vanuit de bewoners, dat zij de verplichtingen aan moeten gaan, een rechtsvorm, een stichtingsvorm of wat dan ook. Nou, op zich zou ik daar niet op tegen zijn, maar er zijn wel heel veel vragen rondom hoe gaan we dat dan financieel borgen. Kijk, statuten zijn zo gemaakt, dat is allemaal niet zo ingewikkeld.
En ik ben best ervan overtuigd dat als je één grote vereniging voor de speeltuin op zou richten, zijn er ook wel bestuurders te vinden. Er zijn ook best allerlei activiteiten te bedenken. Er zullen ongetwijfeld ook leden komen. Maar dat betekent niet dat de continuïteit financieel geborgd is. En dat is mijn oproep, dat ik zeg van luisters, als je de verantwoordelijkheid neerlegt bij de burgers, dan zou ik het heel plezierig vinden als de gemeente er ook een verantwoordelijkheid inneemt als een soort vangnet. Maar ook als een soort betrokkenheid, niet vanuit financiën, maar ook als onderdeel van die gemeenschap waar ze zo voor staat. Ik bedoel, waarom kan de gemeente geen onderdeel zijn van een leefbaar Oldebroek? Dat is een mooie vraag, die nemen we mee. Goed, ik wil u weer bedanken. Ik wens u veel. Heeft u zich al opgegeven als doorprater aan de gemeente of niet? Nee, ik ga eerst de bitterbal nemen. Eet smakelijk.